Yo, Nintendo fans! Vandaag gaan we op zoek naar een Charizard kaart die meer dan 300 euro waard is. En ik weet dat jullie al heel lang video's willen over Pokémon kaarten, dus doe die duimpjes omhoog. Bij 2000 duimpjes gaan we er nog eentje maken en dan gaan we op zoek naar nog meer waardevolle Pokémon kaarten. Oh, en vergeet ook niet om even te abonneren. Ik heb hier dus de Shiny Crobat VMAX bundel en we hebben ook de Shiny Dragapult VMAX bundel. In deze box zitten hele vette promo kaarten, namelijk deze Shiny Crobat kaart en een Shiny Crobat VMAX kaart. Maar hey, Dragapult is natuurlijk de echte baas. Dragapult is zo nice. En vooral de Shiny variant. Dit is de VMAX versie. En dit is de normale Dragapult Shiny versie. Huh? Wacht even. Wat gebeurt er? Ah, waarom wordt mijn hand naar mijn telefoon getrokken? Ik snap het al. Deze video wordt mogelijk gemaakt door Raid Shadow Legends. Want dankzij hun kan ik video's als dit maken. Super vet. Raid Shadow Legends is een spel die je kan spelen op je telefoon of op je PC. Zelf speel ik eigenlijk nooit games op mijn telefoon, maar ik vond Raid Shadow Legends verrassend tof. Wat ik zo vet vind aan de game is dat er ontzettend veel champions zijn. Een van mijn favoriete champions is Greybeard. Deze heb ik inmiddels geleveld naar level 30. En de volgende champion waar ik heel hard op ga is de ogre, Galak. Raid Shadow Legends heeft voor mij daardoor echt een gotta catch 'em all gevoel. En het zal nog wel even duren voordat ik meer dan 400 champions bij elkaar heb gespeeld en mijn favoriete team heb gebouwd waarmee ik clanbazen, arena's en alle dungeons ga verslaan. En dit is wel echt het beste moment om te beginnen met Raid Shadow Legends, want de game bestaat 2 jaar. En speciaal om dat te vieren brengen ze super toffe epic en legendary champions naar de game. Er zijn nieuwe beloningen en gear te verdienen, onder andere via de nieuwe versie van de Doom Tower. Er zijn nieuwe bazen, waaronder een hele vette draak en de Celestial Griffin. Oftewel, zoals ik net al zei, dit is het moment om te beginnen aan Raid Shadow Legends. En als je besluit om net als ik te beginnen, dan kan je een gigantische voorsprong verdienen door te klikken op de link in de beschrijving of door het scannen van de QR-code. Want daarmee ontgrendel je gelijk 100.000 zilver, 50 gems, 3 ancient shards en het beste van allemaal, deze epische champion, Jotun, die een onwijs goede champion is voor in de Doom Tower. Al deze beloningen vind je hier. Dus wil jij samen met mij Raid Shadow Legends spelen en al deze epische dingen ontgrendelen? Klik dan binnen 30 dagen na het verschijnen van deze video op de link in de beschrijving en dan zie ik je daar. Want let op, de beloningen zijn alleen beschikbaar voor de komende 30 dagen en alleen voor nieuwe spelers. En oh ja, de eerste die alle champions heeft verzameld, nou, die is echt een eeuwige baas. Let's go! Oké, ik geloof dat we weer terug zijn. Daar gaan we, jongens. Het eerste pakje. En weet je, die Charizard staat al op de voorkant. Dus als die gewoon hierin zit, zou super nice zijn. Oh ja, hier is natuurlijk weer een codekaartje voor jullie. Doen we er denk ik 4 naar voren? Yes, en daar gaan we. Ik heb trouwens 100 euro voor deze 2 boxen betaald. Dus we gaan sowieso kijken of we die waarde er weer uithalen. De allereerste kaart is een Rusted Shield. We hebben Team Yell Dowl. We hebben de Ball Guy, die trouwens ook een hele leuke eigen kaart heeft. Eevee! Nickert! Morpeko! Wat een vette kaart! Dit plaatje vind ik echt super leuk met die Rookie en die Snubbull. Dit is nu mijn favoriete kaart uit deze serie. Maar we gaan door. We hebben hier Rowlet. We hebben Spinarak. De Reverse. Oeh, die is best wel mooi. Shiny Teevil. Deze is super vet! En wat hebben we als laatste? We hebben als laatste een Galarian Weezing. Geinige kaartjes wel hoor. Allebei een Dark-type. Super cool. Maar wacht even. Dit is geen Reverse. Werkt dat tegenwoordig anders? Oh ja, ik snap het al. Hier zitten nu die shiny kaartjes. Je ziet het ook aan de nummer. Dus de reverses zijn denk ik dan ingeleverd voor deze shiny kaartjes. Oeh, nice, 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 nice. Ik ga al die shiny kaartjes gewoon in hoesjes doen, omdat ik ze vet vind. Pakkie nummer 2. Uiteraard weer als eerste een energy. Dan hebben we hier Thwacky. Team Tail, Team Jowl, Towel, Towel, Jowl. Deze hadden we ook al net. Ball Guy. Oh, Eevee hadden we ook al net. Grookey hadden we volgens mij ook al net. Snom. Volgens mij is dit de nieuwe Magikarp. Hier heb je echt niks aan. Anyway, we gaan door. Spinarakky. Morpeko, dan hebben we hier... Oh, een Shinx reverse. Dus je hebt niet altijd zo'n shiny. Soms heb je ook een reverse. En dan als laatste... Oeh, Celebi. Een van mijn favoriete Pokémon. Celebi is echt cool. Celebi en Mew vind ik denk ik de leukste mythicals. Trouwens, deze Morpeko zit dan weer te chillen met andere Pokémon. Super cool. Ja, die Morpeko kaartjes, die zijn ook vet. Code kaartje. En door. Kom maar hier, Charizardje. Ik wacht op je. Hier is een Cramorant. Een Tropius.
een Rotom, Gossifleur, weer Eevee, Nickit, Morpeko. We hebben hier een Rowlet, dan hebben we hier een Eldegoss Reverse en als laatst een Janmega. Oké, dit was best wel een waardeloos pakje, jongens. Alsjeblieft, geniet ervan. Pak niet alle codekaarten. Laat er ook een paar over voor weer iemand anders. Jullie weten het, hè? Dat zei ik vroeger ook altijd. Vier naar voren, let's go. Grass Energy, een Thwackie. Team, zit deze nou gewoon in, letterlijk in elk pakje of wat? Cramorant, hebben we dan ook een Ball Guy straks? Nee, we hebben een Chewtool. Morpeko opnieuw, Yanma, Grookie, Nickit. Een Arctozolt Shiny, vet. En een Volcanion. Gewoon een gekke shiny ijsdraak. Ik wil een andere draak. Ik wil een Charizard. Alsjeblieft, jongens. Codekaart. En snel door. Wat hebben we hier? Gym Trainer. Tropius. Nou, dat is echt een elk pakkie. Een Horsey. Een Snom. Een Spinarakie. Een Cuffant. Een Rowlet. En dan nu een Reverse Morpeko. En als laatste een Manaphy. Het gaat nog niet goed, jongens. Maar doe je duimpje omhoog. Want dan gaan we gewoon nog zo'n video maken. Ooit gaan we die Charizard vinden. Codekaartje voor jullie. En snel door. Let's go. Cramorant. Tropius. Ballguy. Morpeko. Jamma, Grookie, Nickit, Chewtool, Reverse Dreadnought en als laatste weer een Manaphy. Zie je dit gezicht? Dit is teleurstelling. Oh. Zie je dit gezicht? Dit is getergdheid. We gaan gewoon door. Alsjeblieft, jongens, codekaart. Een Grass Energy, een Cramorant, een Thwackie, een Gym Trainer, een Snom, een Gossifleur, Cacnea, Koffing, Keller, Cuffant, Ball Guy Reverse. Zien jullie dit? Ja. Hoe kan dit nou? Ik wil echt een F in de chat, jongens. Man, F, I. Er gaat nergens over! Oh, jongens, we zijn al op de helft. Er mag toch wel iets goed tussen zitten? Kom op, minimaal één goed kaartje, jongens. Niet elke keer Team Yo en Ball Guy en Tropius en Morpeko en Eevee. Gewoon even iets goeds. Come on! Come on! Come on! Een Frostmoth Reverse en... Wat moet ik hier nou weer mee? Weet je wat het wel is? Op deze manier kan het alleen maar beter worden. Alsjeblieft, jongens. Geniet ervan. En geniet ook van deze video. Ondanks dat de pools nog niet zo lekker zijn. En Water Energy. Team. Ja, ik ga niet eens meer zeggen wat we hebben. Ik ga niet eens meer zeggen wat we hebben, jongens. We hebben... Oké, ik ga het wel zeggen. Cacnea. Koffing. Hè? Oké, het wordt steeds erger. Ik krijg gewoon twee dezelfde kaarten in één pakje. Ik wist niet eens dat het kon bij Pokémon kaarten. Dat was vroeger niet zo. Ah, Professor's Research. Oké. De eerste in ieder geval een V-kaart. Indeedy. Dat is volgens mij niet zo heel veel waard. Maar hé, het is tenminste iets, jongens. Ik heb nog 5 pakjes over. L77ZM2JDTT2DX. Hier zit hij in. Ik geloof het. Ik geloof het. Ik geloof in je, Charizard. Ik geloof dat je in dit pakje gaat zitten met Floatzel, Whizzle, Cuffant, Cacnea, Gossifleur, Trapinch. Nope. Oh, wel een vette Luxray kaart. Dat dan weer wel. Super cool printje, jongen. Oeh. Er is ook zo'n kaart van Suicune. En die is ook €40 waard. Dus weet je, als ik die Suicune krijg, dan ben ik ook wel blij. We gaan er gewoon voor. Volgens mij heb ik heel veel pakjes nodig om tot die vette kaarten te komen. Want we krijgen alleen maar Team Yal Towel dinges en Trapinches en Koffinkies en Shinkies en Whizzles en een... Oeh, huh? Galarian Weezing. Oh, een Ditto V-kaart. Oké. Deze in reverse, dat is wel lachen. En een Ditto V-kaart. Volgens mij is deze ook niet zo heel veel waard, maar het is wel een V-kaart. Dus ja, weet je, ik ga niet klagen. Ik heb wel mooie kaartjes gekregen. Hoppakee, ga maar eventjes hierin. Ik heb even gekeken. Die Ditto V-kaart is €1,22. waard. Oké, jongens, ik heb nog 3 Charizard pakjes. Als die ergens in moet zitten, dan is het in een van deze pakjes. Alsjeblieft, jongens. Ja, kijk, een Fire Energy. Die heeft Charizard nodig. Een Eldegoss. Een Rusted Sword. Oeh, die hebben we ook nog niet trouwens. Ball Guy. Cacnea. Gossifleur. Koffing. Morpeko. Yanma. Die Reverse is een Rowlet. En als laatst, Delmice VMAX. Woe! Ik vind hem wel mooi. Dit is echt een super kleurrijk kaartje. Kijk die regenboogkleuren erachter. Oeh, I love it. Ja, mooi kaartje wel, jongens. Mooi kaartje. 2 pakjes, jongens. BBG 6G67 BVW 2JB.
weet ook niet waarom ik dat doe. Vind ik gewoon leuk. Anyway, Fighting Energy, Bogai, Tropius, Eldegossi, Nikkertje, Eevee, Chewtle, Gagnia, Gossifleur, Reverse Koffing en als laatste een Jan Megge. More like Jan Mini. Dat is kleine Jan, weet je wel, uit groep 1. Dat is tegenovergestelde van Jan Mega, Jan Mini. Anyway, ik heb nog één pakje over. En dat laatste pakje, jongens, die gaat geluk brengen. En die ga ik uitpakken vandaag op TikTok. Dus volg me ook daar, @RickTalkToYou. Wedden dat hij daarin zit? Oh, en als je die TikTok bekijkt, laat dan even een reactie daarachter dat je van YouTube komt. Dit waren de vette kaarten uit deze video. Een Luxray, een Arctozolt. Deze is trouwens 5 euro waard. We hebben hier een Thievul, die is ook 4 euro waard. Delmise is 1,77 euro waard. Ditto is 1,22 euro waard. En Indeedee, geen idee. Die kon ik niet eens terugvinden. Dus ik denk minder dan een euro. Maar weet je wat? Het maakt helemaal niet uit, want het zijn gewoon hartstikke leuke kaarten. Welke kaart was vandaag jouw favoriet? Laat het weten in de reacties. En doe een duimpje omhoog, want bij de 2000 likes gaan we gewoon binnenkort nog meer Pokémon kaarten uitpakken. En vergeet dus niet te abonneren als je dat wil zien. Ik zie jou op TikTok of gewoon bij de volgende video. Mazzel!